In deze video bekijken we hoe de ISBN-oefening uit reeks 9 uit te werken en in te dienen. We kunnen hier opnieuw gebruik maken van de functie isISBN13 uit reeks 8. Deze functie bepaalt namelijk of een als argument meegegeven string al dan niet correspondeert met een geldige ISBN13-code. In de huidige opgave moeten we een functie printBoekInfo schrijven waaraan een ISBN13-code moet worden doorgegeven. En indien het over een geldige ISBN13-code gaat, worden de titel, de auteurs en de uitgevers opgehaald uit een online databank van boeken en deze gegevens afgedrukt, zoals in het voorbeeld. Indien er een fout in de code zit, dan wordt een foutboodschap afgedrukt, zoals hier wordt aangegeven. In een online databank die je vindt op isbndb.com kan je gegevens opvragen over bepaalde boeken via de ISBN13-code van dat boek. Voor deze opgave hebben we deze API nagebootst. Open je deze URL, dan krijg je onderstaand bestand. Dit is een bestand in XML-formaat. Het bevat heel wat informatie, maar voor onze oefening zijn we enkel geïnteresseerd in de titel, de auteur en de uitgever van het boek. De gebruikte URL bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft de eigenlijke website aan en het tweede deel is het parametergedeelte. In dit gedeelte vinden we als laatste stukje de op te zoeken ISBN13-code. We krijgen hier dus als opdracht om aan de hand van een geldig ISBN13-code in de ISBN-database het corresponderend bestand te openen en de gevraagde gegevens eruit te halen. We gaan nu over naar PyCharm voor het uitwerken. Zoals reeds eerder vermeld, nemen we de code van de functie isISBN13 over uit reeks 8. Deze functie test of een als argument meegegeven string al dan niet correspondeert met een geldige ISBN13-code. We werken nu de functie printBoekInfo uit. De op te zoeken ISBN13-code wordt als argument meegegeven. We kunnen dit probleem opdelen in twee grote delen. Voor eerst zullen we bekijken of het gaat om een geldige ISBN13-code. Is dit het geval, dan kunnen we in het tweede deel overgaan tot het verwerken van de gegevens uit het bestand. Dit houdt in dat we de online databank aanspreken, het bestand openen, de records lezen en verwerken en het bestand sluiten. Is het meegegeven argument geen geldige ISBN-code? Dan wordt de aangegeven foutboodschap geprint en de functie beëindigd. Het testen van het argument gebeurt door het oproepen van de functie isISBN13. Hebben we te maken met een geldige ISBN13-code, dan komen we aan het tweede deel van onze oplossing. Om in Python 3 te werken met online bestanden, moeten we de module urllib.request importeren. Daarna kunnen alle daarin beschikbare methodes voor het werken met bestanden worden aangesproken. Bij het openen van een online bestand moeten we duidelijk de URL, aangevuld met de nodige parameters, opgeven. In ons geval is dit het parametergedeelte dat we verder moeten aanvullen met de ISBN13-code. We vullen onze functie in die zin aan. In het parametergedeelte wordt het laatste deel vervangen door de als argument meegegeven ISBN13-code en om er zeker van te zijn dat in deze ISBN13-code geen blanco tekens aanwezig zijn aan de uiteinden, passen we er de stringmethode strip op toe. Het online bestand openen gebeurt met de methode urlopen van de geïmporteerde module urllib.request. Deze methode vraagt als argument de online bestandsnaam. Dit is de URL aangevuld met de nodige parameters en kent dit resultaat toe aan het bestandsobject info. Het te raadplegen bestand is nu geopend. We overlopen nu de regels in het bestand en selecteren enkel gegevens uit de regels die beginnen met title, author's text of publisher text. Voor het overlopen van de regels uit een bestand gebruiken we een for loop. Aangezien we hier XML-bestanden lezen, waarbij de regels bestaan uit een opeenvolging van bytes in plaats van strings, moeten deze regels telkens eerst geconverteerd worden naar een string, vooraleer we er een aantal stringmethodes kunnen op toepassen. Dit converteren gebeurt aan de hand van de methode decode.
Voor elke regel in het bestand info converteren we eerst de regel naar een string. Daarna kunnen we de stringfunctie startsWith toepassen op deze regel. Deze functie controleert of de beginletters van de regel respectievelijk corresponderen met title, authorsText of publishertext. We bekijken dit voorbeeld op Dodona nog even. De regel waarin de titel staat, begint effectief met de tag title. We zullen dit dan ook aangeven in ons programma. Als de regel begint met title, met de tag title, dan verwijderen we de tags uit de regel, zowel de begintag als de eindtag, en daarna printen we wat overblijft van de regel. Het verwijderen van de tags uit een regel zal voor de drie records, zowel bij titel, auteur als publisher, op dezelfde manier gebeuren. Om codeduplicatie te voorkomen, voorzien we een aparte functie verwijder tags. Hoe kunnen we te werk gaan voor het verwijderen van de tags? Aangezien tags altijd tussen groter dan tekens staan, gaan we op zoek naar de eerste kleiner dan teken en dan het eerste groter dan teken in de string en verwijderen daarna de karakters tussen deze twee tekens. Dit wil zeggen, we maken een nieuwe string met de overige karakters in de string. Dit procedé herhalen we zolang er nog tags aanwezig zijn in de string. We vullen de code aan in PyCharm. We voegen deze functie verwijder tags toe bovenaan in het programma. De ingegeven string wordt eerst ontdaan van alle whitespaces met behulp van de methode strip. Daarna verwijderen we de tags zoals eerder besproken. Zolang er nog tags aanwezig zijn in de string, zoeken we het eerste kleiner dan teken en het eerste groter dan teken. We houden beide posities bij en verwijderen via slicing de karakters tussen deze tekens. Dit wil zeggen, we maken daartoe een nieuwe string aan. Deze code wordt doorlopen zolang er nog tags gekenmerkt door kleiner dan en groter dan tekens staan in de resterende string. Wat daarna overblijft van de string wordt na strippen teruggegeven. Het verwijderen van de tags uit een regel kan nu in de functie printBookInfo gebeuren door het oproepen van de methode verwijderTags. Wat daarna overblijft van de regel kan afgeprint worden zoals gevraagd. We bekijken de printinstructie. Het woord titel wordt nu gevolgd door de effectieve titel uit het bestand na verwijderen van de tags. Op dezelfde manier worden nu de regels die beginnen met authorsText en publisher tekst geselecteerd. In verkorte versie geeft dit deze code. De regel met de naam van de auteur begint met tekst authors tekst. In elke regel die start met deze tag, moet naast de tags ook de trailing comma verwijderd worden. Om deze comma te verwijderen, voegen we dus nog een R-strip toe aan onze regel waaruit de tags verwijderd zijn. Op dezelfde manier bekijken we of een regel begint met de tag publishertext. Deze tag bevat naast het woord publishertext nog minstens één spatie. En die moeten we ook terugvinden in de code. We bekijken dit in de code en gaan in de regel op zoek naar de tag publishertext, die niet wordt afgesloten, maar nog gevolgd wordt door minstens één spatie. Indien de regel start met deze tekst, dan wordt het woord uitgever afgeprint en gevolgd door de string waaruit de tags zijn verwijderd. Aan de hand van deze for loop werd dus elke regel in het bestand overlopen, telkens omgezet naar een string en gecontroleerd of deze begint met het correcte woord. Als alle regels verwerkt zijn, moet het bestand ook worden gesloten. We hebben dus in de methode printBookInfo voor eerst nagegaan of de code die als parameter wordt meegegeven overeenkomt met een geldige ISBN 13-code. Is dit niet het geval, dan wordt een foutboodschap afgedrukt
en eindigt de methode. Gaat het over een correct ISBN 13-code, dan wordt de databank aangesproken, het overeenkomstige bestand geopend en de regels in dit bestand één na één gelezen en verwerkt. Bij elke regel wordt gecontroleerd of de start tag aanwezig is en worden de eventuele tags van deze regel verwijderd en de overblijvende tekst afgedrukt. Na volledig doorlopen van het bestand wordt dit bestand gesloten. Voor het uittesten van de methode maken we opnieuw gebruik van een doctest, zoals in de vorige oefeningen. We nemen daartoe de gegevens uit Dodona over en brengen deze over in PyCharm. En we testen uit. We krijgen geen fouten en concluderen daaruit dat onze oplossing correct kan zijn. We brengen ze over naar Dodona. Dienen in en krijgen een correct resultaat. In deze video hebben we gebruik gemaakt van een online databank voor het raadplegen van de gegevens van boeken op basis van een geldige ISBN 13-code.